Nou, ik ben Wim Hogendijk, ik kom uit Capelle aan de IJssel. Ik wil eerst vertellen hoe ik was toen ik jong was. Ik ging ook naar de kerk, een hele zware kerk, een zware gemeente. Maar toen ik een jaar of 14 was, toen zei het geloof me echt al helemaal niets meer. Ik geloofde helemaal niet in God. Ik dacht dat alles wat er in de kerk verteld werd, dat het leugen was, dat het lariekoek was. Dat had de duivel me al wijs gemaakt. En al snel ging ik allerlei vrienden om, ook oude vrienden. En kwam ik ook in aanraking met drugs. Softdrugs, maar ook harddrugs. Ging veel naar feesten. En aan de andere kant was ik ook wel iemand die ook mijn leven helemaal gaf aan de sport. Dan denk ik echt, nou, heel wat uren in de week train ik ook voor vechtsport. Dat was ook eigenlijk ook een verslaving van me. Ik zat eigenlijk, ja, bordenvol verslavingen. Ook op seksueel gebied. En dat ging zo door, zeg maar. En het werd alleen maar erger, want nou, toen ik een jaar of 18, 19 was, had ik ook zelf een rijbewijs en zo. En we gingen echt nachten weg. En op een gegeven moment gebruikten we ook maandagavonds en dinsdagavonds al zaten we al aan de harddrugs. En ja, het ging echt bergafwaarts. Ik had één hele goede vriend. En nou, wij waren altijd samen. En op een avond, het was tweede kerstdag, was ik 19 jaar oud, waren we weer naar een party. En ik had, ik had paddo's geslikt. En ik sta daar in die discotheek en in één keer zie ik dat iedereen op weg is naar de hel. In die discotheek. En dat als ik zo blijf, dat ik ook naar de hel ga. En ik vertelde dat tegen mijn vrienden. En ik zei, we moeten hier weg. Mijn vrienden die kwamen ook allemaal uit de kerk. Maar waren ook allemaal naar drugs. Ja, en ze, aan de ene kant wisten ze het wel, want ze hadden ook wel geweten. Maar toch haalden ze hun schouders op. Alleen samen met die andere vriend ben ik weggegaan. En precies in die periode is zijn vader ook tot geloof gekomen, is bekeerd geworden. En ik deed dat dus niet meer, maar ja, kort daarna eigenlijk was ik thuis op een zondag. Op een zondagmiddag was dat en mijn moeder die luisterde naar een preek. En ik zat erbij, ik was ook ziek. En toen had die dominee, die had het over de hemel. En toen dacht ik van, nou, als dat echt waar is, dan zou ik dat ook wel willen. En ik ging naar de zolder. En ik boog me voor mijn bed. En ik vroeg, heren, als dat echt waar is. En terwijl ik dat zeg, wordt de hemel geopend en komt de kracht van de Heilige Geest. Met zo'n enorme kracht in me. Dat ik absoluut niet wist wat er gebeurde. Het was, ja, zijn kracht en zijn zo heel bijzonder dat ik echt absoluut niet wist wat er aan de hand was. En ik ging naar beneden, de familie was ondertussen thuisgekomen, allemaal broers en zussen. Ik heb 7 broers, 3 zussen. En we gingen eten en dat was als het ware in me zo apart, zo vervuld en zo vol en zo bijzonder dat ik dacht van ja, wat is dit? En ik ging s'avonds slapen en ik dacht, ja, morgen zal het wel over zijn. Dan zal het wel weer weg zijn. En ik kwam de volgende morgen, kwam ik uit mijn bed en ik ging naar mijn werk. En toen ik de deur opende en ik kwam buiten. Ja, toen was het alsof heel de schepping echt helemaal nieuw was. Alles was nieuw. De lucht, de bomen, alles. En ik zag overal God in. En op mijn werk ook. Ik weet dat ik nog op, dat ik toen in die tijd, ik ben straatmaker, dat ik mijn school aan het werk was. En in de pauze, je begrijpt wel, dan komen er ook allemaal meiden. En in de pauze zaten wij altijd te kijken. Maar toen, op die dag, ik kon niet kijken. Want de Heilige Geest, die kan de zonde niet zien. En in die week ging het als het ware, ging het ook naar binnen toe. En ging hij mijn hart openleggen, wie ik was. Dat ik echt eigen gericht was. Dat ik alles voor mezelf deed.
Dat ik de grootste egoïst was die er was. En dat er zoveel zonden in mijn leven waren. Dat ik op een gegeven moment geen raad meer wist. Ik wist niet waar ik meer naartoe moest. En het was op een woensdagavond. En ik ben eigenlijk echt naar de kerk gevlucht. Want ja, ik kon het echt niet meer houden. En toen preekte ze, die dominee preekte over Hooglied. Hooglied 1 vers 4. En er staat, ik ben zwart. En dat moest ik zo beamen. Ja, ik ben echt zwart. Al die zonden, die zag ik zo erg voor me staan. Maar het staat ook, ik ben liefelijk. En dat kon ik niet geloven. Dat kon ik absoluut niet geloven. Want zo iemand die zo zondig is, zo zwart. En dat wilde ik niet geloven. En ik zat daar en alles in mij vocht er tegen. Maar toen ging die dominee, die ging dingen vertellen die hij niet kon weten. Dingen over mij persoonlijk. En hij ging zeggen, ja, het is voor jou. En toen kon ik niet anders. Toen brak mijn hart. En toen was de liefde van de Heer Jezus Christus, die vulde zo mijn leven, zo mijn hart. Ja, dat ik het echt uitzond. Ook in die nacht, dat ik één groot lofakkoord op God. En de engelen die zongen mee. En het was zo enorm hoog. En de volgende dag ook, ik heb heel de dag lopen lachen op mijn werk. Van intense vreugde. En alsof als ik omhoog keek, was de hemel gewoon van goud. En alles was zo, zo mooi. Ja. Maar dat duurde een week of twee weken. En toen ging dat helemaal weg. En het werd helemaal duister. Toen kwam als heel snel kwam de Satan van, en waar is het nou? Dat gevoel. En waar is God nou, weet je wel? En wat heb ik nou? En ik zat in een hele zware gemeente. Waar ze ook allemaal heel krachtdadig bekeerd worden. Maar allemaal stappen. He, je moet een heel stappenplan doorlopen. Van allerlei dingen. En wat ze van mij noemden, dat was een geopenbaarde middelaar. De middelaar is dan aan je ziel geopenbaard. Maar ik wist één ding. Dat is niet waar. En toch had ik zo'n honger dat ik toch iedere keer overal naar de kerk ging. Maar ik wist geen andere kerk dan die kerk, hè. En dan had ik zo'n strijd en steeds meer. En dan s'avonds als ik dan thuis kwam uit de kerk, dan wist ik het niet meer. En dan pakte ik mijn Bijbel en dan las ik Jesaja. En dan zei altijd, die op de Heer vertrouwt, die zal niet wankelen. En dat we onze toevlucht op Hem moeten stellen. En op Hem, in Hem, onze rust moeten vinden. En dan, dat gaf me weer alle kracht. En dan, wat ik die avond gehoord, dat was ik weer vergeten. En dan klemde ik me echt vast aan het woord. En dacht ik van Maar de volgende dag ging ik weer naar zo'n gemeente. En dat ging week in week uit. En op een gegeven moment werd dat zo'n strijd. En toen dacht ik van hoe kan dat nou? En ik weet echt goed, dat was een avond en ik zat weer onder zo'n preek. En de dominee zei van het moet de duisternis in. En het moet een afgesneden zaak worden. En het moet steeds dieper. En tot op een gegeven moment je er echt de vierscheide consciëntie mee moet maken. En ik was al door aan het bidden. En ik zeg, Heer, hoe kan het nou? Want ik beleef iets heel anders en ik lees iets anders in uw woord. En die strijd die werd zo groot eigenlijk. Dat ik aan het eind van de preek wist ik het niet meer. En ik bad maar en ik bad maar. En toen was het zo wonderlijk. Die man die was in het vuur van zijn betoog en hij was bijna klaar met preken. En als allerlaatste zei hij, maar het kan ook anders. Amen. En daar dankte ik God zo voor, want dat is God. Als we roepen, dan hoort hij. En dan gebruikt hij dominees. Dat het ook anders kan. Ja, prijs hem. Toen ben ik daarin gesterkt en dat was mijn voeding. En ik leerde ook zoals Abraham. Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. En zo is het ook bij ons. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof. Door ons vertrouwen alleen op God te stellen. En in de gemeente waar ik ging en daar
ja, daar kon ik wel over praten, maar dat landde niet. En je moest toch allerlei dingen meemaken. Ja. En uiteindelijk heeft de Heer me ook nog die vierschaar, zeg maar, mee laten maken een keer in een droom. En als het ware dat ik echt de toren van God in een ogenblik echt heel duidelijk zag. Vanwege mijn hoogmoed, vanwege mijn hoogmoedig hart. Maar dat ik eigenlijk tegelijkertijd zei van, waar is de Heer Jezus? En dat er gewoon één en al liefde was. De liefde van de Vader. En dat hij nooit meer op ons toren, nooit meer op ons scheldt als wij in Jezus geloven. En dan hoeven we het niet mee te maken. Dat is bij mij zo duidelijk geworden. Want bevinding kan God willen, maar hij is niet verplicht. En bevinding gaat weer weg, want na 1 of 2 weken ben je het helemaal kwijt. Maar het geloof en het vastklemmen aan het woord van God, dat blijft. Dat blijft voor altijd. En daarom moeten wij niet zoeken naar bevinding. En het is goed als God het geeft. Maar we moeten leven door en uit het geloof. En dat wil ik jullie echt allemaal op het hart klemmen. Zoek geen dingen buiten Jezus. Zoek hem alleen. Klem je vast aan het woord. En er staat die op mij vertrouwt. Ik zal hem niet beschamen. En dat is waar, want zo is God. Zo oneindig vol ontferming in zijn liefde. Ja, dan kunnen we alleen hem prijzen. Ja, dat wilde ik met jullie delen.